Breda Nu. Je weet het meteen. De creatieve industrie in Breda heeft afgelopen jaar een groei van 8% doorgemaakt. En naar verwachting zet deze groei zich komend jaar weer door. Zo werd voorafgaand aan de opening van het Playground Festival in het Chassé Theater gepresenteerd. Aan de ene kant, we weten dat er bijvoorbeeld alleen al aan omzet aan creatief zakelijke en andere diensten binnen onze business, dus business-to-business omzet, dat er alleen al in Breda zo'n 250 miljoen aan omzet wordt gedraaid door creatieve bedrijven. Dat is gigantisch, toch? Ja, dat is een enorm bedrag, maar dat is nog niks vergeleken met de spin-off. Alleen het probleem is, ja, in 5 maanden tijd die hele spin-off in kaart brengen en dat ook kwantitatief goed te hebben, is een enorme uitdaging. Dus wat is de spin-off? Wat bedoel je daarmee? De spin-off bedoel ik daarmee dus van hoeveel waarde halen onze klanten daar nou eigenlijk uit? Want die 250 miljoen die zou voor de andere bedrijven wel eens miljarden aan business kunnen betekenen. Kortom, Breda is echt een stad waar deze tak van sport, zal ik maar zeggen, ja, welig tiert. Ja, Breda is daarin ook best wel bijzonder, want je moet je bedenken, 3000 man in creatieve opleidingen actief hier in Breda. Een aantal opleidingen die in de top 3 staan van Nederland voor hun type opleiding. Wat ik heel makkelijk kan zeggen, de beste gamesopleiding in heel Nederland. Het zit allemaal hier in Breda. We willen allemaal dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent dat we daar niet altijd overal fysieke hulp in kunnen toevoegen. Maar met games of met apps of met programma's die de creatieve industrie ontwikkelt, zijn we in staat om mensen inderdaad zelfstandig, langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ja, en ik verwacht voor de toekomst daar wel heel erg veel in. En ook dus daarmee groei op het economische gebied. De opening werd afgesloten met de uitreiking van de Playgrounds Next Awards. 3 talenten kregen deze prijs voor hun gemaakte animaties. Bram Knol, Jenny van den Broeke en Vera van Wolferen. Een hele mooie verrassing natuurlijk. Ik ben nu ongeveer 10 jaar bezig. Ik ben 10 jaar afgestudeerd. In 2006 heb ik mijn diploma gekregen van de Kunstacademie in Breda. En wat dat betreft is dit echt een heel mooi moment. Want ik denk dat ik na ongeveer 4 jaar heb gekozen om niet meer te animeren, maar documentaire film te gaan maken. En nu, op dit moment, ben ik eigenlijk weer de andere kant op aan het gaan voor het nieuwe project. Ook het project wat ik neer heb gelegd bij Playgrounds Next. Wil ik toch weer gaan kijken van hoe ik kan regisseren en animatie kan maken.